Ik kwam echt met een zieke impuls om gewoon een piercing te gaan zetten. Ja, dat zijn denk ik gewoon de zenuwen. Ja. We zijn nu onderweg naar de huisarts om een spiraal te zetten. Zo ziet er echt altijd een ziek lang ding. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe vlog. Het is maandag. Het is fucking koud. Dus ik heb lekker een truitje aangedaan van Chicel. Broekje is van de Bershka en schoentjes zijn van Isabel Marant. Ik ga zo meteen richting Gossip. En ik wil eigenlijk na het werk even richting de Big Gym of zo om een abonnement aan te schaffen. Om weer eventjes te gaan sporten, want that has to be done. Ik ga kiwi'tje eten en dan on the way. Zo, het is 6:30, ik ben klaar met werken. Ik ben echt helemaal goed. Het was vandaag zo ziek druk. Ik heb eigenlijk maar 1 uurtje of zo content gemaakt. En voor de rest heb ik alleen maar bestellingen ingepakt. Maar goed. De dag zit er weer op. Ik ga lekker naar huis eten en slapen. Ik ben gisteren ook weer totaal niet vroeg naar bed gegaan. Dus ja, eigen schuld. Oké, ik heb gedoucht. Holy fuck. Ik ga even... Ik wil ook al uitknijpen, maar... Ik ben echt de laatste persoon op aarde die een boek leest. Maar ik heb nu dus een boek gevonden. En hij heet... Mannen komen van Mars en vrouwen komen van Venus. En het is dus dit boek. Deze, en hier staat ook... Handleiding voor het verbeteren van je relatie. En ik zit niet ineens in een relatie, maar die dingen die daarin staan. Ik heb echt het idee dat het gewoon alles op zijn plek valt of zo. Qua wat je ooit hebt meegemaakt met mannen. En iedereen zegt altijd wel van mannen en vrouwen zijn echt verschillend. En dan denk je altijd ja, zal wel, whatever. Maar het is gewoon echt. Mannen en vrouwen zijn gewoon echt. Van een andere planeet, ik maak geen grap. Als je dat boek leest, dan ben je zo... Dan snap je het gewoon. Dan ben je echt helemaal... Oh, kut. Ik weet niet, ik kan het niet eens uitleggen. Maar je snapt gewoon echt alle verschillen tussen man en vrouw. En oprecht, als je in een relatie zit, denk ik ook dat echt je relatie kan verbeteren. Als je gewoon niet kan communiceren met elkaar. Of elkaar totaal niet begrijpt. Want mannen en vrouwen zijn gewoon echt... Andere wezens, ik geloof er nu echt gewoon heilig in. Geen verkooppraatje van dit boek, maar echt. Ik ga zo meteen weer lezen. Puur omdat ik het gewoon super interessant vind wat er allemaal in staat. Dus zo ga ik lekker mijn maandagavond spenderen. En that's it. Balletjes. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. Oh, ik sliep echt al voor 11 gisteren, dus ik ben echt... Heerlijk opgeladen. Ik ga eventjes ontbijtje maken. Lunch maken voor vanmiddag. En dan zijn we los. Ik ben thuis van het werk. Nou, jij kan ook iets doen, Giel. Ja, Giel. Doe eens normaal, Giel. Hats. Wij hebben lekker rotti van gisteren. Oh, heerlijk. Van die pannenkoekjes. En dat was echt fucking druk op het werk. Maar ik zal proberen vaker wat te filmen wat te doen. Maar dagen vliegen echt voorbij, dus ik denk er eigenlijk niet echt aan. Lekker eten en dan ga ik lekker lezen. Oké, ik heb mama even afgezet. Wat gaat het eten met vriendinnen. En dan zit ik dus in de auto en dan heb ik echt gewoon heel veel zin om iets te halen bij de Mac. Maar ik heb dus met mezelf afgesproken om gewoon door de week normaal te doen. Mezelf niet vol te proppen met al die troep. En in het weekend dat het dan alleen mag. Maar ik wil het gewoon even doen voor een lekker hapje. Ik moet het niet doen. Ik moet hier eigenlijk rechtdoor. Ga ik naar links naar de Mac of ga ik... Nee, ik ga rechtdoor. Ik ga het niet doen. Klaar. Goedemiddag en... Ik kan zeggen welkom bij een nieuwe vlog, maar het is vandaag woensdag. Ik heb net alle stageopdrachten klaar voor vandaag. Ik heb even klaargemaakt en ik ga zo richting Sanne. En ik wilde eventjes
een nieuwe mascara met jullie delen. Ik heb deze gekregen toen ik bij Mooi startte. Die zat er toen in zo'n zakje met allemaal cadeautjes. En het is deze. Zie je hem scherp gesteld? En letterlijk, mijn wimpers raken gewoon bijna mijn wenkbrauwen. Ze zijn echt fucking lang. Sanne komt me zo meteen ophalen en dan gaan we lekker eten bij haar en chillen. Het weer is kut, dus I don't know why I'm all dressed up. Oké, ik ga zo over die tempies. Ja, sorry. Ik weet even niet wat ik voor laatst gefilmd heb, maar ik ben inmiddels bij Sanne de boodschappen gehaald voor vanavond, voor het avondeten. En ik kwam echt met een zieke impuls om gewoon een piercing te gaan zetten. Ik heb een tijdje geleden met Lot deze bovenste gezet. Deze helix. En toen wilden we heel graag nog een conch piercing. En dat is dus hier zo. Dus daar heb ik nu een afspraak voor gemaakt. En daar gaan we nu heen. En Sanne die wil misschien ook nog een piercing ergens. Maar weet ze nog niet goed. Dus ik ben wel een beetje zenuwachtig. Want ik sprak dus net een meisje die... Even licht zetten. Die ook die conch piercing heeft. En de helix. Ik zeg, is het een beetje vergelijkbare pijn? Want ik vond deze best wel pittig, moet ik eerlijk zeggen. En toen zei ze nou... Nee, die, dat kraakbeen is gewoon een heel stuk dikker, dus het wordt wel echt even bijten, denk ik. Oh, dat vind ik echt zinnig. Ja, maar ik wil het. Ik ga het sowieso ooit doen, dus ik kan het beter nu doen. Ja. Dan mezelf nog langer gek maken en daarna alsnog. Dus dat, we'll keep you updated. Dan zou ik je dan... Zet je voor ze hier hoor, gebruik je 1.2. Oké. Predictor ringetje, zeg maar. Ja. En dit is 1.6. Oké. Oh, dus dat is iets groter. Kijken. Kijk, oh ja, de grootte, vet, jongen. De grootte is hetzelfde, maar hij is gewoon wat dikker. 10 meter hetzelfde, alleen hij is wat dikker. Ik vind hem wel vet. Dat vind ik eigenlijk juist mooi, ja. Gaan we volgen? We gaan doen. Ja. Ja. Okay. Weet je nog dan volgende keer? Ja, staan we er wel iets van bij of zo. Ja, wel eens lang geleden, hè. Kan ik er nog redelijk uit of wat? Geen idee, is de omzet gestegen? Ja, dan precies. Kan je gewoon aan de achterkant draaien. Ja, ja. Het is niet dat hij nog strakker om mijn oor heen komt. Nee. Oh, oké, dan is het goed. Die vragen allemaal van je? Ja, ik heb nog stress. Met je mijn hand? Dus ik moet natuurlijk ook het gouden bolletje werken wat ik natuurlijk niet heb. Dus ik kan er nou even een zilveren bolletje in doen. Dan draai ik die sowieso aan de achterkant van je oor. Ja. En de volgende keer even terug, dan moet ik er eigenlijk omhoog gooien. Oké. Heb je wel je gouden ringetje vandaag? Ja, en dat gouden bolletje zie je toch niet? Dat is de achterkant. Klopt. Ja. Meen je? Ja. Je moet en zou hem hebben. Ja, dat is. Kijk, nu zit het gewoon in mijn hoofd en nu wil ik ook de deur uit met. Nee, het zit nog niet in je hoofd. Dat is bijna. Bijna. Ja, bijna. Ja. Gewoon zo. Voor je hoofd. Ja. Knijp maar mijn been. Ja. Knijp in mijn been. Maar. Maar het, het levert wel op, dus dat is fijn. Ja, op welke manier? Gewoon. Het is een soort bij. Even die op gewoon inkomen mee, of moet ik dat zien? Ja. Zo, mijn hart gaat even naar 22. Cool. Maar we hebben wel een volgende keer moeten doen. Ja, daar werken we aan. Zo, altijd mensen met die leuk vinden. Ja. Zo flauw. Zit hij gewoon al? Nee, dat niet. Oh. Dat is maar zijn feest. Kriebelt het? Wat? Kriebelt het? Nee, ik moet gewoon lachen. Oh. Ja, dat zijn denk ik gewoon de zenuwen. Die zitten uit. Ja. Cute. Ik knijp niet zo heel hard. Ah, oh. Ah, hij zit er alleen. En dan ringetje er even dicht te knijpen en dan een bolletje erin. Zo, die deed pijn. Ja? Het ziek warm. Je zal maar een tepeltje naar laten zetten. Ik ga niet. Doe nou niet. Ik weet het nog niet helemaal hoor. Hè? Is het vergelijkbaar met dit? Ja, het is heel anders. Het is ook een andere plek. Ja. Nou, ik denk, dit is natuurlijk bij je hoofd. En dit is natuurlijk... Je krijgt het helemaal warm. Ik heb het echt helemaal mijn hoofd is warm. Even aan de achterkant draaien voor je. Die kop.
Het is wel pijn, hoor. Zo, alsjeblieft. Bedankt. Kijk. Oeh. Oh, sexy. Is het mooi? Ja, zo. Je oor is echt keihard. Ja? Oh, je mijn handen voelen toevallig. Warm, zweet. Man. Oh. Ja. Zo, hij is wel heel erg mooi. Come on. Oh. Ik heb het fucking heet, maar ik ben wel echt ziek blij. Gaat het met jou? Ik moet even scherp stellen. Ja, is goed. Hij heeft dus een iets dikker ringetje gezet, omdat die dunnere op was. Maar dat vond ik eigenlijk juist wel mooi, dus dat is top. Mijn oor is ziek warm, maar echt heel blij. Het deed wel pijn, man. Pijner dan die bovenste. Maar ik ben wel... Ik zit echt tegen de stoep aan, ik kom hier nooit uit. Jawel. En ik ben trots op jou. Mrs. Nipple. Wij zijn onderweg naar huis en gaan lekker eten. Oké, de spanning is er nu dus een beetje af. We zijn thuis. Hallo. En hij bonkt. Ik heb echt gewoon... Hij doet echt pijn. Iedere stap voel ik. En iedere hoofdomdraai ook. Oh. Wat vervelend. Kom, ik ga trouwens met Nina bij. We gaan nu lopen. Kom. Oh, we moeten nog lopen, ja. Ja, maar het is wel lekker. Even lucht op mijn oor. Kan je het hier ook een beetje zien? Goedemorgen. Het is vandaag donderdag. Oh, hallo. Nou, goed. Ik heb echt verschrikkelijk geslapen. Ik werd dus de hele tijd wakker. Door die piercing. Hij deed echt fucking veel pijn. Je kan er eigenlijk helemaal niet op slapen. Maar dan werd ik wakker en dan lag ik ineens op die kant. Oh, dat deed zoveel pijn. Dus ik heb niet echt... Ik ben niet echt uitgerust of zo. Maar ik moet een stijlvideo opnemen bij Gossip. Dus ik zet mezelf even in de glam. Ik heb ook echt geen zin in, het is 8 uur. En dan richting werk. Bijna weekend. Morgen die spiraal. En de stijlvideo is weer opgenomen. I am home. Ik heb net gegeten. Ik ga eventjes alvast een deel editen. En we hebben wel een klein probleem. Of tenminste wel, ik. Moeder Natuur heeft het verkeerde tijdstip van de maand uitgekozen. Of in ieder geval te laat. Dus ik ga even prayen voor mijn period dat hij op tijd komt. Want anders mag je dus geen spiraal zetten. Oh, dan moet die afspraak naar volgende week worden verplaatst. Dat zou echt kut zijn. En een hele goede morgen. Het is vandaag vrijdag. Ik werd vanochtend wakker en... De menstruatie kan maar niet door en ik dacht, godverdomme, dan moet ik die afspraak verzetten. Dus ik had me al klaargemaakt om naar Gossip te gaan. Ik had het idee al uit mijn hoofd gezet. En letterlijk toen ik op het punt stond om weg te gaan, voelde ik gewoon dat het doorkwam. Dus ik zal de huisarts bellen en nu kan ik dus om 3:50 terecht. Dus dat is echt heel fijn. Ik ga nu naar Gossip en dan toeleven naar dat moment. Ik ben echt fucking zenuwachtig. Ik ben thuis. Ik ben nu onderweg naar de huisarts om een spiraal te zetten. Zo ziet het er echt uit als een ziek lang ding. Maar het is toch maar zoiets? Ja, het is niet zo. Gewoon allemaal nog vet. Verpakken. Nou, tot zo. Nou, hij zit erin. Ik heb echt... Ja, eigenlijk, ik voel nu eigenlijk niks meer. Ik lag daar en ze zei ook, ja, je doet het echt heel goed. Maar wat ik gewoon heb gedaan is... heel goed door mijn neus ingeademd en door mijn mond uit. En het nare is eigenlijk alleen dat wanneer die ene bek erin wordt gezet. En dat ze dan die baarmoeder gaat opmeten. Dat is vervelend, want dan voel je echt... En ze zei toch dat weeën zo voelde? Dat opwekken van weeën. Ja, een beetje weeën. Ik kreeg het wel helemaal warm, want ik vond het wel eng. Maar ik was niet gestrest of zo. Je moet ook gewoon echt proberen om ontspannen in die stoel te gaan liggen. Want anders werk je het alleen maar een beetje tegen. Ja, dan ga je spanning opbouwen. Maar over het algemeen echt een goede ervaring ermee. Ik heb nu ook geen pijn meer. Ik ga straks, als het wel nog opkomt, kan het beter gewoon voor de zekerheid even een pijnstiller innemen. Ja, vanavond, dat het een, hè? Ja, vanavond. Ja. Maar heel goed, dus I'm happy. Alright, ik ben thuis. We moeten even opschieten. Want de teststraten gaan bijna dicht. Rennie komt nu naar mij, dan gaan we dus testen. Want vanavond gaan we... Stad in, aangezien we vorige week zonder bandje kwamen te zitten, proberen we dat dit weekend te vermijden, voorkomen.
Dus dat gaan we nu doen. Dan gaan we even eten, klaarmaken en dan richting de stad. Hoi, wij zitten bij de Mac. Oh, je hebt hem afgevallen. Ja, hij is afgevallen. We hebben een heerlijke Mac-date. Gewoon naar huis omkleden en dan. Dus. Oh, lekker. Toch wel lekker, hè? Ja, ik had geen Mac-rig. Nee. Maar als je dan toch in je mug hebt. Ja. Is het goed, Jan. Wij gaan eten. Post. Een schatje. 1, 2. Wat doe jij? Jambé, Alex, jambé. Ik heb vandaag echt niks meer gefilmd, I'm sorry. Maar ik ben onderweg naar de stad. Ik heb een top aan van Naked. Met een hele mooie achterkant. Het broekje is van Zara en Dr. Martens. Even lekker terrasje pakken met Renny, Luna en Mazza. En dan misschien nog even door naar een cafeetje. Goedemorgen, het is vandaag zondag. Ik ben mezelf eventjes aan het klaarmaken. Alex die is net weg. Hij heeft een aantal tactische barfjes gelegd. Hij voelde zich echt niet goed, dus die zijn richting huis weer. Ik ga nog eventjes wat doen voor wat samenwerkingen en dan ga ik verder met mijn Harry Potter marathon. Ik heb dus Prime Video aangeschaft gisteren, omdat daar dus Harry Potter op staat en ik ben helemaal fan. Dus heerlijke zondag is dat. En ik heb ook totaal geen last meer gehad van mijn spiraal. Dus wel eventjes, ik heb in de vorige video's benoemd wat voor bericht ik binnenkreeg en over de best wel heftige ervaringen en zo. En ieder natuurlijk zijn eigen ding, maar ik voel echt, ik heb het echt super positief ervaren. Ik zou het echt zo nog eens doen. Dus probeer jezelf niet helemaal gek te maken door alle verhalen die online staan. Want er zijn ook gewoon goede ervaringen met het zetten van een spiraal. Ik denk dat je het een beetje kan vergelijken met de menstruatiekrampen die je normaal hebt. Ik heb sowieso nooit echt zware krampen. Ik voel altijd wel als mijn menstruatie door komt zetten, maar het is niet dat ik daardoor een dag thuis moet blijven. Dus ik denk dat je, als je dan een spiraal zet, ongeveer dezelfde pijn zal ervaren. En alsnog, het is 5 minuutjes of zo. Dus even doorzetten. En ik heb nu dus gewoon 10 jaar nergens last van. Want de kopiespiraal beschermt 10 jaar tegen zwangerschap. Dus super chill. Ik ben echt heel blij dat ik het heb gedaan. Dus echt heel fijn. En mijn piercing gaat ook alles goed. Totaal geen pijn meer van gehad. Heerly de Billy. Alright, ik heb heel de avond Harry Potter gekeken. Zo leuk. Ik ga nu lekker editen. En koud. En chillen. Dus bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. En mocht je nog vragen hebben over het zetten van een spiraal of whatever. Twijfel niet om een berichtje te sturen. Want ik heb ook echt hele lieve en ook, ja, hoe heet dat? Hulpvolle. In ieder geval berichten gehad waar ik echt iets aan had. En dat was heel fijn om me een soort van voor te bereiden. En ook gewoon om mijn keuze te maken van welke spiraal neem ik. En dat is toch wel iets waar je gewoon goed over na moet denken. Dus, dat gezegd hebbende, bedankt voor het kijken en tot volgende week. Ciao.